Hallo allemaal en welkom terug bij Lego Harry Potter. In de vorige aflevering zijn we aangevallen door een gigantische slang die in Mathilde zat. Of allebei, Mathilde was de slang, één van de twee. We gaan lekker verder, we zijn weggeteleporteerd, want we waren bang in plaats van dat we dat meteen deden. Dat ik dacht, dus, nee lol, we gaan even wachten tot we aangevallen zijn. We gaan even deze boom uit de sneeuw trekken. Hopsakee, perfect. Kunnen we nog wat mee doen? Kunnen we kapot maken. Oké. Dus eerst gaan we hem uit de sneeuw halen en dan maak ik hem dan kapot. Nou, dat vind ik niet echt erg aardig. Vlot, zodat hier even alles erbij. En komt er waarschijnlijk wel zo'n teleportatie-ding uit. Nope, deze keer niet. Komt een draak uit. Normaal. Sneeuwpop. Aha, dat is. Waarom had Hermeline überhaupt een draak in haar tasje? Wat? Wat krijgen we nou? Even wat rijst gemaakt. Of een sneeuwbal, kan ook. Ops, oké. Wat gaan we met die sneeuwbal doen? Oh, yes, voetballen! Woehoe! Ook heb ik niks met voetbal. Voetbal is dom, vind ik. Ik weet helemaal niks mee. Helemaal niks mee. Oh nee, Dano, durf je dat te zeggen? Oh, hij wordt groter. Hij wordt groter. Hij wordt groter. Hij wordt sterker en sneller en groter. Oh, nu komt er nog een muntje uit. Jammer. Nou, dat vind ik wel een beetje een anticlimax. Anticlimax. Maar goed, gaan we dit even eruit trekken. Hoppakee. En dan maken we hem kapot. Hoppakee, bats. Doe dat hier ook weer. Dus ik neem aan dat we dat moeten doen. Flopsakee. En hotse flats. 3 van de 3, perfect. Hey, kijk eens aan. Hey, hier zijn we een keer geweest. Oh, hey, kijk eens aan. Ik ga hem volgen. Hey, ga weg. We gaan hem volgen. We gaan het hert volgen. Hertje, waar ga je heen? Waar ga je heen? Waar ga je heen? Hertje, waar ga je heen dan? Waar ga je heen? Ik vind het wel leuk gedaan dat alles een beetje bij elkaar zit. Nog steeds, ook al is het niet Zwijnstein. Maar de omgevingen zijn toch een beetje bij elkaar. Oké, natuurlijk, de meeste zijn random, maar dat hoort ook natuurlijk bij. Die kunnen niet aan elkaar vastzitten. Maar dat dit stuk bijvoorbeeld aan elkaar vastzit, vind ik wel leuk op zich. Snel, rennen. Oh, Hermeline, headshot. Dus we moeten daar in het water zijn. Oké. Ga erin, snel. Hoppakee, uitkijken. Wow, een zwaard. Volgens mij, die hadden we ook gebruikt in deel 2 gelopen, toch? Ja, als het goed is hebben we die gebruikt in deel 2. Dat is al zo lang geleden, jij. Ik ga er even naar beneden. Hoppakee, in het water. Perfect. Wat kan er nou fout gaan? Hopskee. Kleedjes uittrekken. Zodat ze droog blijven natuurlijk. Aha. Ron to the rescue! Nope, Ron niet to the rescue. Ron gaat lekker op het water in. Hopskee. Handig. Zo is wel donker hier, hè. Diep bedoel ik, niet donker. Dat is wel licht eigenlijk. Zullen we dat aan elkaar? Of zo? Lijkt me wel, hè. Ja, hopkee. Ik dacht dat ik het net al zag. Waarom is er water onder water? Wat? Wat is dit voor magie? Wat? Waarom is er ijs onder water? Oké, zou ik het zo zeggen. Waarom is er ijs onder water? Ik heb geen idee. Lego logica. Hoppakee. Oké, dan ga ik hem even zo. Hopsakee. We kunnen lekker door naar beneden. En er zijn hier visjes. Oh, man, ik kom. Geen zwarte magie daarvoor nodig. Ik heb het helemaal gek, kijk. Hopsakee. Zo, dit is wel erg diep hier. Oeh. Is dat nou een gigantische krab of zie ik dat maar? Doe het, Ron. Doe het. Oké, gaan we rond zijn. Doen we dit. Vloep. En dan is de krab niet meer onder druk. Yes, ik had de krab eindelijk weggegaan. Zo, hé. Die maakt denk ik wat destructieve krab. Dan moet ik toegeven. Dat is wel destructief. Ik ga weer naar beneden. Oh my god. Wat is dat eigenlijk? Geen idee. Ik laat het maar even doodgaan. Hoppakee. Zo, hé. Dat hij allemaal niet te beleven is. Ja, ik had niet verwacht dat hij zoveel te beleven was. Oké, wat doe ik hiermee? Hoppakee. Oh my god. Oh my god. Kijk uit, Harry. Kijk uit. Een gigantische. Oh, nope. Oké, ga maar. Hoppakee. Nou, dat is handig, hè. Nu is mijn ding weg. Vis. Oh. Gelukkig komt er wel een skelet naar beneden.
waarom hier een skelet was, kan ik me wel begrijpen, moet ik toegeven. Ik bedoel, er waren hier zoveel vissen, hier zoveel dingen die je niet verwacht dat ik hier zou vinden, moet ik toegeven. Zo'n klein vijvertje. Moet ik eerlijk toegeven, het leek alsof het niet zo diep was, maar blijkbaar is het toch dieper dan ik had verwacht. Maak het kapot, hamer. Pok, pok, oh, dat was een sterke hamer. Sterke hamer. Pok. En... pok, hatsenflats. En we hebben het zwaard gevonden. Yes! Woehoe! Pak hem, Harry. Oh, het doet pijn. Goed zo, run to the rescue. Run to the rescue. Kijk uit. Nee, niet doen. Kijk, als je het mij nou even laat doen. Ik moet eventjes zeggen van die open moet gaan. En dan sla jij me op. Doen we. Afgesproken. Nou, we gaan gewoon even niet zijn, denk ik. Ik denk even niet. Dus je moet een bril zien te vinden. Dat is het allereerste wat we moeten doen. Dat totaal logisch is dat het hier gaan vinden hier, maar... allereerst moeten we dat even zien te vinden. Dat is een taak voor Ron hier. Weer een taak voor Ron. Wauw! Ron doet wat in de Lego-series. Wauw! In de echte films en in de boeken en overal doet hij nooit wat, maar... in de Lego-series doet hij tenminste wat. Nee, daar hebben we nog eens wat aan. Oké, nou gaan we eerst even dit oppakken. Waar we niet heel veel aan hebben, maar ik vind het goed. Zo. Oké. Ik wil dit even kapot. Boom. Gaan we dit even eruit trekken en kapot maken. Boop. Oké, eens even zien. Waar? Hier. Ja, daar moeten we helemaal niet voor zijn, hè? Dat klopt. Oeh, het is rood. Het is rood. En maak het kapot. En doen we dit eventjes. Het is toch wel een stuk sneller als ik dit doe eigenlijk. Eigenlijk had het eerder ook moeten doen. Eigenlijk wel. Eigenlijk had het eerder moeten doen. Maar goed, shit happens. Beter later dan ooit, zullen we zeggen. Hopskee. Wat we hiermee gaan doen? Ah, dat is een... oké. Gaan we dit eventjes smelten. Dat is één. Dit ook eventjes smelten. Niet dat we er enorm veel aan hebben, denk ik, maar het is wel handig, denk ik. Toch even te doen. Waarom niet? Allemaal plantjes te roken. Gaan we nog iets anders te smelten? Sneeuwpop, man. Die gaan we ook smelten. Denk ik. Oké, dan moeten we allereerst even hierop pleuren. Op zijn flats. Wow! What? Oké. Okay. Nice. Kom hier uit. En wat is hier te vinden? Dat gaan we nu zien. Naar boven. Oké, nou dan doen we dit maar eventjes. En ik zie daar nog iets zitten. Iets glinsteren. Zullen we dit nou even kapot maken? Even kapot maken. Ah, precies wat we nodig hadden. Perfect. Nou, dat ging snel eigenlijk. Dus we hebben blijkbaar niet die bril nodig. Oké. Ook goed. Toevallig geplaatst dat het hier is, vind ik wel. Heel toevallig. Geel, blauw, rood, groen. Ploep, 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 ploep. Ja, kassarisch. Gaat weer naar beneden. En... het is tijd. Oh nee, het is Voldemort. Ah, kijk uit. Dit is wel goed gemaakt. Oh, waar is dat? Maak een pad. Waar is het zwaard? Ik heb niet... oh, Ron, je bent het zwaard kwijt. Ah, je hebt hem gevonden. Goed zo. Poeh. Dat is wel een... zwaar zwaard, hè. Pats. Hatsenflats. Nou, dat was makkelijk. Dat is één leven kwijt. Oh, ze zijn spinnetjes. Hey, Harry, zou jij nou eventjes de spinnetjes doen, maat? Oké, okay. Harry, maak de spinnetjes. Harry, ik weet niet wat je noemt. Dat is niet de bedoeling.
Oh my god, het zijn er zoveel. Oh my god, het zijn er zoveel. Het zijn er zoveel, dames en heren. Als we nou eens kijken, als we nou eens eventjes een spoiler erbij pakken dat damage doet. En niet die. Dan kunnen we het ook kapot maken, weet je wel. Dat is wel handig. Zo, dat zijn er weer gelijk. Poeh. Het is wel Rons ergste nachtmerrie op dit moment hier. Atzeflas, miljoenen spinnen. Miljoenen. Honderden. Duizenden. Ron, go Ron. Go Ron. Ga Ron. Ga Ron. It's your birthday. Siviana. Atzeflas. Hey, het zijn Ron en Hermeline. Harry en Ron en Hermeline. Yay. Hey, dat ben ik. What's up? Gaan we dit even bij elkaar fixen? Ah, ze hebben plezier met elkaar. Lol. Waarom is hier een mini-tornado? Beetje raar. Oké, dan doen we dat daarop. Ik weet niet wat ik moet doen, maar ik vind het goed. Doe dat daarop. En dan blazen we ze weg. Natuurlijk. Ik kon het niet anders. Ga terug, demonen! Oh my god, het is kapot. Tornado. Oké. Gewoon als je die tornado nou eens even aan de kant zou blazen, hè? Als ik nou dat daar opzet. Serieus? Oké. Dan laat ik mezelf even geraakt worden hierdoor. Zo. Kijk hè. Oké, en dan drukken we weer op G. Nee, oké. Kan niet. Oh my god, Ron. Ron, die vernuut ook alles. Oh, die kunnen we ook wegblazen. Oké, ik snap het. Oké, ik dacht misschien moet ik mezelf even geraakt hebben laten worden. Maar blijkbaar kunnen ze ook gewoon wegblazen. Net zo makkelijk hè. Nog makkelijker zelfs. Ga weg, demonen! Nee! Ga weg! Woesh. Ga Ron, je kan het! Bats! Hij heeft geen levens meer. Oké, maar dat is hij. En bam! Yes! Goed gedaan, Ron! Applausje voor Ron! Woe! Yeah! Visje! Level Voltoid! We hebben dus alweer iets kapot gemaakt. We hebben nog een heleboel te gaan, maar we hebben het tenminste kapot gemaakt. We weten nu hoe ze het kapot kunnen maken. Yes! Woehoe! Ik hoop dat jullie de video leuk hebben gevonden. Ik wens jullie een fijne dag toe. Ik hoop dat jullie zien in de volgende aflevering van Lego Harry Potter. Laters!